Morgen werden alle bewoners van het zorgcentrum De Spieker in Harlingen geëvacueerd omdat een gaslek in het gebouw geconstateerd was. Hulpverleners van ambulancedienst en brandweer waren snel met groot materieel ter plaatse. De bedrijfshulpverleners van het zorgcentrum zorgden voor een snel vertrek van de bewoners uit het gebouw. De liften mochten natuurlijk niet gebruikt worden en dat betekent dat de bedlegerige patiënten dan op brancards via de trap naar beneden zouden moeten worden gebracht. Daar werd niet voor gekozen. De patiënten werden naar de uiterste einde van de woonvleugels gebracht. Gelukkig konden de bewoners van De Spieker op het grasveld in de zon op tuinstoelen afwachten. Maar als het slecht weer was geweest, dan was er toch een probleem ontstaan om de mensen warm te houden. Omwonenden van De Spieker boden wel aan om mensen in hun huis op te nemen, maar dat was deze keer niet nodig. Taxibusjes werden ingezet om de bewoners naar de recreatiezaal van het nabijgelegen wooncentrum Harlinga te brengen. Na ruim een uur kon het lek worden gedicht. Het lek bleek te zitten tussen de hoofdgaskraan in het gebouw en het openbare net. De gasleiding wordt via een schacht naar het ketelhuis gebracht en in die schacht zat een explosief gasconcentraat. Ook gasbedrijf Essent was snel bij De Spieker en kon aan de buitenkant de gastoevoer afsluiten. Nadat alle ramen en deuren tegen elkaar waren opengezet, verdween het explosieve gas snel uit het gebouw en konden de bewoners weer...